vandaag laat ik mijn toetsenbord uit. Kom, kom boy, we gaan een wandeling maken. Ik weet niet waar het precies is gebeurd met mijn toetsenbord, maar ik heb er water op gemorst en hij werkt niet meer. Hier wonen nog steeds de buren dat ik niet zo leuk vind. De banaan ligt hier nog altijd. Zou hij nog werken? Ik denk het wel. Er is een reiziger, dit moet nog werken, snap je? Ik neem hem mooi terug mee naar mijn huis. Hey, toetsenbord, je hebt goed gestreden, maar ja, ik heb je toch weer verneukt op de een of andere manier, dus sorry. Wow. Wat zit er daar in mijn brievenbus? Is het een pakketje? De postbode heeft het er heel goed in gestoken, Wouter. Dus nice. Nice! Pakketje! Ik hou zoveel van dingen uit pakketjes, halen jullie weten het niet. Nieuw toetsenbord, ik was al broke. Nu ben ik nog broker. Was dit maar een gesponsorde video? Vanavond ga ik ook live op Twitch. Ik ben nog niet hoe laat, maar als jij niks te doen hebt deze avond, kom dan zeker kijken naar mij op Twitch. Vandaag gaan we weer een beetje drama starten. Of drama behandelen. Ik weet niet of jullie een beetje volgen waar allemaal aan het gebeuren is op Gio zijn kanaal. Maar er is dus blijkbaar een meisje vermist. En hij maakt daar een hele reportage over. Zijn manier natuurlijk. Een hele reportage over het vermiste meisje Mandy. Dat is fucked up. Ik ga een hele leuke video maken die ik al heel lang wil maken, maar het eigenlijk nooit doe. Omdat ik niet vind dat hij het verdient. Ik ben gewoon Batman. En Gio is de slechte versie van Superman. En ik moet Superman gewoon... Snap je, we zijn vrienden, maar... De manier waarop Gio bekend is geworden is de makkelijkste manier om bekend te worden op YouTube. En nu zitten jullie daar waarschijnlijk allemaal al achter jullie computer van... Oh je fucking... Gio is de beste YouTuber ooit. Hij doet zoveel voor zijn kijkers. Ja, inderdaad. Dat is ook wat ik wil zeggen. De manier waarop Gio bekend is geworden is de makkelijkste manier om bekend te worden op YouTube. Maar gewoon de manier die niet iedereen doet. Omdat het niet zo... Ja. Je verkoopt jezelf voor subs. Hij heeft zijn volledige privéleven online gegooid. En hij is daar bekend mee geworden. Omdat wie is er niet geïnteresseerd in blote konten en tetten. Naakt. En dingen doen met meisjes die mooi zijn. En dat dan op internet gooien. Kleine kinderen vinden dat leuk om dat te kijken. Ik denk als ik 12 was, dat ik ook al naar Gio zou kijken. Omdat ik dan ook een beetje booty wou zien van Melanie. Als ik aan die 12-jarige fappertjes een hint kan geven. Kijk, porno is veel beter dan fap op Melanie. Dat ik zeg het je, dit is echt zo. Gio is bekend geworden door heel veel privé shit online te gooien. Door dingen online te gooien die niet online zouden moeten komen. Dingen die ik ook zou kunnen doen, waarvan ik weet, yo, die video's zouden sowieso viral gaan. Maar dat doe ik niet, omdat ik een beetje zelfrespect heb. Omdat ik zelfrespect heb voor de mensen in mijn omgeving. Ik zou nooit een video van mijn vriendin online zetten, waar je haar kont echt heel duidelijk kan zien. En een hele diepe decolleté. En ik zou niet op haar kont slaan in video's en shit. Nee, dat is zelfrespect, maar als je dat wel doet als YouTuber en zei, yo, keuze, en dan maak je zo je fame en dan bouw je zo je ding op en dan heb je ineens een heel grote leger achter je staan van 12-jarige vappertjes. Dat is nice. Tot op een moment dat je alles hebt gedaan wat je kan doen. Echt alles. Alles wat er maar gedaan kan worden, heeft hij gedaan. En dan zit je in een moeilijke periode en dan moet je aan die noodhandel trekken, snap je? Die noodhandel is dit. Dit is de simpelste oplossing op YouTube om alles op te lossen. Je leven die je al volledig online hebt gegooid nog interessanter maken. Je moet er alleen voor zorgen dat niemand weet dat dit is. Vanzelf, als mensen zouden weten dat dit is, als je kijkers 12 zijn, zijn die zo achterlijk en zo blind dat ze toch in elke dit vallen dat je doet. Snap King was lelijk en Snap King was dom en Snap King heeft nooit echt een stabiele fanbase gehad, maar je had wel veel views door dit. DutchTuber had wel een stabiele fanbase, maar is achterlijk, is dom en ziet er niet goed uit, maar heeft het ook gedaan en het heeft ook gewerkt. Gio is niet achterlijk, Gio is wel good looking, Gio heeft een hele stabiele fanbase achter hem en doet al heel lang YouTube en trekt nu aan deze lijn. We leven in België en Nederland. In onze levens gebeuren er niet zo interessante dingen als bij YouTubers in Amerika en zo. Dat heeft Gio de laatste de tijd zoveel gedaan. Kijk, ik zeg het, sorry. Ik ben de vriend van me, maar de waarheid moet gezegd worden, snap je? En ik weet dat ik deels bekend ben geworden door Gio en dat is lang geleden, snap je? Ik heb ook heel veel zelf gedaan. Maar dit moet gezegd worden. Dus let's get into the video. Gisteren heeft King Alert een hele leuke video gemaakt. Maar ik vond die video oké. Die was niet slecht. Maar hij heeft zoveel cringy shit gezegd dat ik volledig dood ben gegaan. Kijk, toen ik dit hoorde, echt. Ik heb ziektes gekregen. Ik ben dood gegaan. Ik moest bloed spugen en shit. Ze vroeg of je weg wilt gaan. Ga weg. Ze vroeg of je weg wilt gaan. Ga weg. Doe niet zo cringy. Je bent volwassen, maar doe niet zo cringy. Je punten in die video waren goed, maar er is te...
Snap je, ik voel zo'n rilling door mijn lichaam. Veel te fucking cringy kingler. Gio heeft altijd een hele leuke samenstelling om zo'n fake move te poelen. Hij gaat niet een eindvideo doen, hij gaat er een soort van serie van maken. Snap je, met de inleiding, naar het midden. En het slot van deze Mandy situatie moet nog uitkomen, snap je? Ik voorspel op dit moment, er gaat een video komen waarin hij zegt, Mandy is gevonden! En dan een video met dat meisje van, je bent gevonden, la! Kijk, dat gaat komen, snap je? Dat is het slot van het verhaal waarmee hij dan nog eens alle views schept. iPhone gekregen van een kijker en ik krijg een haatbrief. Het vervolg erop was verrassing voor fan loopt uit de hand plus broer woedeaanval. Kijk, deze titel is altijd zo fucking lang, what the fuck. Dan had hij, ik weet het niet meer, de Wayne situatie. Snap je, Wayne is altijd goed voor die fangirls. 556.000 views in één dag. Al deze blinde 12-jarige meisjes lopen hier vol in en die zeggen dan gewoon zo shit als fucking erg. Wow, heftig, sterkte Gio. Dit is echt zielig. Dit is de doelgroep die hij wil bereiken. Dit zijn de reacties die hij moet uitlokken hiermee. Maar laten we het even uitdokteren zoals ik altijd doe op mijn channel. Ik weet niet waarom ik altijd zwaai met mijn vlindermes, maar jullie kunnen zeggen wat jullie willen, maar ik begin het echt te nergen. In deze video gaat Gio dus met een of andere random guy die ik nog nooit gezien heb in heel mijn leven naar een fangirl en hij rijdt naar haar huis en hij wil haar een cadeautje brengen en zo omdat hij haar een bericht heeft gestuurd op Instagram. Kijk, ik ben hier ook niet om het volledige verhaal aan jullie te vertellen, dat wil ik ook niet doen. Hij doet open, staat daar met bloemen, zegt ik kom voor Mandy. En die mama begint gewoon random tegen een wild vreemde jongen die zij nog nooit heeft gezien. Mijn dochter is al een paar dagen weggelopen. Kijk, ten eerste zoiets gooi je niet. Ik heb zelf al eens meegemaakt dat er iemand echt vermist was in mijn dichte kring. Zoiets gooi je niet naar iemand random. Als er iemand aan je deur komt en zegt van, joh, ik kom voor Mandy, ga je niet direct gooien van mijn dochter is vermist. Ze is al 2 dagen weg. Dat is fucked. En al dit is het cringy stukje van King Alert ook. Dit is inderdaad fucking slecht geacteerd. Je vroeg of je weg wil. Ga weg. Het is een cadeautje voor je. Ja, laat maar liggen. Maar ga weg. Nee. Kijk, stel je voor, ik ben die grote broer, ja? En er komt zo'n random guy aan de deur die zegt, ik sta hier met een cadeautje voor je dochter. Mijn dochter is weggelopen, bla bla bla. Dan reageer je niet zo! Dit is niet natuurlijk, dit is helemaal geen natuurlijke situatie. Dit is allemaal zo slecht gefaked. Deze video heeft zoveel views. En dan denk ik echt, kijk, ik heb er al zoveel gedacht. What the fuck doe ik in deze community? Voor welke achterlijke fucking mogolen maak ik video's? Kijk, ik weet het ook niet. Ik hoop gewoon dat jullie wel brein hebben om te zien dat dit gewoon niet zo is. Plus, stel je nu voor dat wel echt is. Neem even gewoon in je hoofd dat het wel echt is en dat het allemaal niet fake is. Dan zou Gio nooit dit zo uploaden. Stel je voor, je gaat echt naar iemands huis en je komt er echt achter dat dat meisje gewoon vermist is en shit. Dan zet je geen leuke intro in die video met die ouders die geblurred worden en dat dit allemaal in een intro en shit. Nee, dan maak je er geen leuke YouTube video van. Dan moeten jullie ook snappen, dat doe je niet. Er is Defcon 3, snap je? Er is echt gevaarlijk. Er is een meisje weg, die familie is fokt. Stel het is echt. Dan maak je geen leuke video met intro. En dan geef je die niet de titel. Verrassing voor fan loopt uit de hand plus broer woedeaanval. Die ouders willen dat niet in jouw fucking kut video. Die ouders willen gewoon dat hun dochter gevonden wordt. Ze willen niet dat jij views hebt met deze shit. En dat snappen mensen niet. Dan denken mensen van, oh my god Gio, sterkte. Nee, Gio heeft hier geen probleem mee. In part 2 huilt Gio echt. Er is part 3. Ik was verkeerd. Er is part 3. De video noemt ik weet het niet meer. Ik weet het ook niet meer. Maar oké. Okay. Dus Melanie heeft een klein stukje gefilmd van de politie. Die bij hem zit. Via Instagram, DM. En dat is, ik wil daar verrassen. Dat is ook het enige wat je kan zeggen. Er is niks anders die gezegd kan zijn. Dus dit is volgens mij ook volledig in scène gezet. Als er iets serieus gebeurt met de politie en jij komt daarvoor in aanmerking en shit, dan ze je sowieso ten eerste niet ondervragen in je huis. Dat doet politie nooit. Ik kan er van meespreken. Plus, je mag nooit beelden van de politie gebruiken in je video als je ondervraagd wordt. Dit is zwaar strafbaar, snap je? Als dit echt zou zijn, dit is zwaar strafbaar. Je mag niet zomaar een politieondervraging filmen en dat op online gooien. Snap je? Dat zou ik zelf niet doen. Als er politie in mijn huis was, ik zou dat nooit filmen en op YouTube gooien. En Gio is echt een mietje, dat mogen jullie weten. Hij is echt een mietje. Zij zou die shit ook sowieso nooit op YouTube gooien. Iedereen gelooft deze shit! Wacht tot je echt is ondervraagd wordt ofzo. Dit fake huilen, hier is hij zo goed in geworden. Hier is hij zo fucking goed in geworden. Wauw. Ik haat het om te huilen. Hier is hij zo goed tegenwoordig omdat je het al zoveel hebt gedaan. Wauw. Wauw. Ja. Wat geloof ik hiervan? Alles. Ik geloof dat het legit is. Kijk, deze is misschien iets verder gezocht, snap je? Maar zoals jullie zien, Gio zijn thumbnails zijn altijd een fact. En dan heb je hier deze thumbnail waar ik even op ga inzoomen. Dit zou een screenshot moeten zijn uit de video. Je hebt nooit zo'n close-up beeld gehad van deze twee gezegd. Gio heeft daar nooit zo gestaan. En dan zou je kunnen zeggen, ja, maar misschien is het uitgeknipt. Gio kan niet photoshoppen. Er is duidelijk een Gio thumbnail, maar er is niet gefotoshopt. Die bloem kan je niet zo mooi uitgeknipt hebben en daarbij. Er is een foto. Er is een scène gezet, snap je? In de video wordt die deur dicht geslaan en shit. Dit is zo'n mooi voorbeeld van
een fake situatie op YouTube die zo slecht gefaked is. Gio is misschien bijna in april. Als hij naar mensen hun huis gaat en een dochter is weggelopen, dan is dat heel fucked up. Dan zet je die broer en die mama niet zo duidelijk in beeld met hun gezicht een beetje gepixelated. Dan kan je zeggen op Twitter van, ik probeer je alleen maar te helpen. Nee, je probeert hier niet mee te helpen. Je trekt er gewoon views uit. Stel het zo echt zijn, maar dat is het niet. Dus sorry aan alle kijkers die dachten dat het echt was. Ik moet jullie teleurstellen. Dat is het niet. Het is ver van echt. Ik denk dat heel veel van mijn kijkers dat ook doorhebben, maar ik hoop dat ik hier een paar kijkers van Gio mee kan raken, dat jullie een beetje kritischer moeten denken voordat jullie in deze shit vallen en dan gewoon zo reageren van, oh my god, Gio, zo erg, ik ben 11, ik heb geen brein, ik snap hier geen hol van, maar ik ga maar denken dat het echt is, want alles op YouTube is echt. Denk een beetje kritischer na als je deze video ziet. Denk voor jezelf na. Laat niet, als die YouTuber iets zegt, iets geloven. Geloof ook niet wat ik zeg. Denk ook na over wat ik allemaal zeg. Neem niet zomaar dingen aan. Dames en heren, bedankt voor het kijken naar deze video. Ik heb een livestream vanavond, ik denk dat jullie dat wel weten, dus kom daar naar kijken als jullie nog vragen hebben over deze video. Jullie kunnen het ook altijd daar vragen. Mijn naam is Acid. Tot de volgende keer. Ik hoop dat jullie het een beetje leuk vonden. Dit was weer zo'n epische roast video. Yes. Fuck die fake shit, boys. De volgende YouTuber die we pakken is... Ga ik niet zeggen. Bye.